Wow, moet je kijken wat ik als oogfonds doe. Gewoon een heel gebit, joh. Van een koe, denk jij? Elbert denkt dat het van een koe is. Wat denken jullie mensen? Ja, dat is wel het meest voor de hand liggend, hè? Een schaap en twee van gras eten. Ja, hè? Als jullie het weten, zet het eventjes in de reacties. Maar het is gewoon gaaf, het ligt gewoon boven op de grond hier zo. Een heel, nou ja, een heel gebit, een half gebit. Super tof. Kik. Jij bent hier al een beetje bezig geweest? Ik ben hier al een tijdje bezig. Ik heb gewoon een paar muntjes gevonden, echt een perfecte kwaliteit. Ja? Dat gewoon nog duidelijk. Een stukje verderop hadden we een hoop grond en daar heb ik een muntgewichtje uitgevonden van in 1600 Britisch. Ja. En van een gouden munt. En die laten we straks zien en dan geven we een beetje uitleg bij wat het was. En Nou, dit is het muntgewicht. Het is een rond muntgewichtje met een koning op de achterkant. Het was oorspronkelijk van een gouden munt en uit Engeland. Ja, super tof. Mm-hmm. Hele gave vondst. Toppertje. Wat heb je gevonden, Elbert? Ik denk dat dit een spinlootje is van een spinnenwiel. Oh ja, dat zou goed kunnen, ja. Ja. Als het er niet is, laat het me weten in de comments. Even goed in beeld brengen nog. Moet ik van dat laten zien? Hier moet je gewoon echt elke lekkere toon, ook al is die laag, moet je gewoon opgraven. Zeker, ja. Want ik zal mijn camera eventjes neerzetten. Kijk, had ik een toch een knoop nog op 10 VDI. Dus zo zie je maar weer. Gewoon alles opgraven. Op een lage, die kwam heel laag binnen. Oh. Ja, een Duit Utrecht 1624. Maar ik ben even een beetje aan het testen met de sensitivity. Soms zet ik hem even wat lager, want je hebt hier toch veel storende factoren. En ik wil toch wel de lekkere signaaltjes eruit pakken. Dus het is een beetje aftasten nog. Er ligt veel ijzer in de grond ook hier. Dus ja, ik zet mijn sensitivity niet voluit. Want ik denk toch dat hij dan een beetje te veel stoort voor het mooie. Maar dit is er wel weer eentje. Ja. Hij is leuk. Nou, we gaan toch goed dan. Op naar het zilver. Maar Elbert heeft weer wat leuks. Het is een hangertje. Er staat zo'n klok op met vuur of zo. Ja. En het is een hangertje geweest. Ja, het lijkt wel een soort dakje of een iets. Mm-hmm. En mooie details. Ja. En ik had ook nog een halve cent gevonden. Ja. Nog in perfecte conditie. Halve leeuwencent. Ja, super gaaf. Dus doorgaan. We gaan door, ja. Nou, ik graaf alleen nog maar kleine fragmentjes op en een beetje lood en dingen, maar nog niet heel erg denderend. Nee. Maar goed, we gaan kijken. De dag is nog niet voorbij. Nee, toch? Nee. We zijn lekker bezig. Hij doet het weer, hoor. Wat heb je voor moois? Een Hollandia-duit. Een Hollandia-duit. En welk jaartal? Even kijken. 1766. Even kijken. Kun je hem dan een beetje in het licht houden misschien? 1766. Ja. En ik had ook nog een ander muntje. Oh ja. Een vrij oud muntje. En je herkende het eerst niet. En ik denk zelf dat die met dat muntgewicht van jou, of tenminste dat de soort, dat het toch een... Van hetzelfde persoon is die het verloren heeft. Ja. Of van een groep mensen die tegelijk... In diezelfde tijd op reis hier naartoe ging. Want het lijkt wel alsof ik ook Carolus lees als ik in die rand kijk. Maar het is een heel klein muntje. Ik denk wel sowieso een ouwertje. Dus hij is wel leuk. Dus, ik ben er blij mee. We gaan nou eventjes een ander plekje proberen. Bij een boerderij. Ja, we gaan even naar de boerderij toe.
Dus hier in de moestuin zijn we een beetje klaar. We gaan nou verder kijken. Veel storing. Ja, het is echt, er ligt echt veel ijzer in de grond hier. Ik heb mijn kleine schotel zelfs erop gezet. En ja, ik pak toch nog geen lekkere signaaltjes op. Sporadisch. Dus nou ja, we gaan even verder kijken bij de volgende locatie. Is goed. Tot zo. Doei. Yes. Ik haal hier nou een muntje uit. Een zinken oorlogscent. Nederland. Heel gaaf. Hij is nog in goede staat. Even kijken of we de datum nog kunnen constateren. Dat denk ik wel. Een beetje schoonmaken. Even kijken. Nou ja, laten we het houden op 42 of 43. Ja, toch leuk. In het bakkie. Yes, kijken of er niks anders bij zit. Oh, pak nog een paar signalen op. Het zal toch niet waar zijn dat er nog een paar bij zitten? Dat zou helemaal tof zijn. Even kijken hoor. Hé, nou. Nee, is alleen een boutje. Ja. Eén oorlogsmuntje en een boutje. Oké. Okay. Ik ben lekker bezig, Elbert. Ja, man. Een vingerhoedje. Mooi vingerhoedje. Hier staan nog wat letters. Er staan zelfs letters op. Super dik. Mm-hmm. Heel gaaf. Ik zou de grond erin laten zitten, dan blijft hij beter beschermd. Weet je wel, dan kan hij niet verder indeuken. Mm-hmm. Thuis even uitpulken met een naald of zo. Of ja, thuis even verder schoonmaken. Maar je ziet wat oxidatie, hè? Dus hij zal denk ik dan toch niet van zilver zijn. Nee, helaas niet. Nee, maar wel heel gaaf. Zeker. Kikken. We hebben alles eventjes bij elkaar gelegd. Links en rechts. Wat links is, dat heb Elbert gevonden. En rechts, dat is mij. Maar er ligt ook veel troep bij. Even kijken. Een beetje aardewerk. En een dopje van iets. Waarschijnlijk een melkfles, denk ik. Een heel oud muntje. Een soort hangertje, maar het heeft ook een lepelvorm. En een mooi vingerhoedje. Mooi versierd, ja. Ook een hangertje. Spinlood. Halve Willemscent. Oh nee, halve Leeuwencent. Ja. Hollandia duit. Vierkante stuiver, zink, oorlogsgeld. En dit is ook nog een duitje, denk ik. En ik heb een stad Utrecht. Dit is een leuk knoopje. Verder geen details erop. Nog een knoop. Schoengespje. Zinken oorlogsmunt. Stuivertje. Nog een stuiver. En dit ook nog een knoopje. Mooie grote gesp van paardentuig. Opel Astra. Of een Opel embleem. En dan hier nog wat lode stukken. Deze die kan ik nog niet thuis brengen. Is wel iets geweest en het is echt dik en massief. Nog wat stukjes aardewerk. Ja, en hier nog wat kleine fragmentjes, een gesmeden spijker. Kogelpunt. Dus best wel leuk. Jawel. Nou, Elbert, het was gezellig. Zeker. En kom zeker nog een keer terug. Zeker. Tot de volgende keer.